Meisjes 12 en 13 jaar. Aan het starttrek voor Raalte, Modesta Walburg. Voor Geldermals hebben we Britt Koenmans. Voor FCC de Spartanen Kim Heuzing. Voor FCC Putten Linda Pater en Quinty Leunen. Voor BMX Apeldoorn Gerlinda Remmerts. FCC Amersfoort is hier met Maureen Struik. En FCV Geldermalsen is hier met Michelle Laponder. Dames, succes. Oké, daar zijn ze betrokken. En wie kan dan de kopstart pakken? Het is in ieder geval niet Maureen Struik. Zij moet wat laten liggen. En het is Gerlinda Remmerts. Ja hoor, zij heeft de kopstart gepakt. Ze kwam vanuit het midden. 1213, ze komt uit voor Apeldoorn. Zij gaat daar kop. En wie komt er dan mee? Oh, dan zien we nog een hard crash op het tweede stuk van een paar dames. Maar vooraan is het nog steeds Gerlinda Remmerts. Zij lijkt toch met die titel aan de hal te gaan, want ze is los hoor. Het is 197 op positie nummer 2. Maar die krijgt de aanval te verduren. Aan de binnenkant van Maureen Struik. Maar die wordt afgeslagen. 197, dat is het nummer van de Quinty Leunen. Zij lijkt hem toch tweede aan te worden. Dan zien we ook Laponder die nog weer naar voren wil komen. Maar de winst gaat in ieder geval naar Apeldoorn. En dat is Gerlinda Remmerts. De valpartij was er dan voor 114.